Goedenavond, dit is het Heuveland Nieuws van zondag 2 juni. Het was een weekend dat de circusartiesten van Circus Barani niet nog een keer willen meemaken. In 2 dagen tijd 2 keer in inbraak. Gisteren werd tijdens hun voorstelling in Meersen ruim 15.000 euro aan cash geld gestolen. De inbrekers kwamen via een raam de woonwagens in en namen het spaar- en kassageld mee. Een dag later verdween een pony van het circus. Pony Wodka was vanochtend spoorloos verdwenen. Volgens de eigenaar van het circus moet de deur door iemand opengezet zijn. De impact op de eigenaren en de artiesten van het circus is groot. Ja, wat doet dat voor mij? Alles is weg. We moeten alles nog betalen. Je bent niet zeker. So, weil hier lopen kontinuierlich Menschen langs mit Hunden, weil sie hier acht dann bezig. Sondern sie lopen doch bei Dach, brengen sie durch den Rahmen in de Waren. Pony is inmiddels terecht, al blijft het vermoeden dat iemand de deur heeft opengezet. De politie doet verder onderzoek. Voor de circuseigenaar is het nog onduidelijk hoe het nu verder moet. Ze zouden eigenlijk richting Reuven vertrekken, waar ze een aantal voorstellingen gaan geven. We moeten naar die nieuwe locatie, ja. Nu ben ik aan het kijken. Anders moet ik noodgedwongen ergens naar familie van mij even geld lenen om te tanken. Ik moet 3 vrachtwagens tanken, 3 grote, 2 kleine, auto's, hefdruk, alles. Ja, zonder geld gaat het niet. Er is inmiddels een online inzamelingsactie gestart. De teller staat al op ruim 2500 euro. Demissionair zorgminister Connie Helder bracht vandaag een flitsbezoek aan Valkenburg. Helder ging in gesprek over de nasleep van de watersnood in 2021. Ze sprak ook met zorgorganisaties die getroffen zijn door het hoogwater. Nou, je merkt dat het voor ondernemers echt hele zware tijden zijn geweest. Eerst natuurlijk 2 jaar corona, waarin in dit geval de ondernemers waar ik mee heb gesproken startende ondernemers waren. Die dan daarna eigenlijk te weinig compensatie kregen en ook dicht moesten. Dat lag ook gewoon emotioneel heel zwaar. En daarna natuurlijk nog de grote watersnood van 2 jaar geleden. Dat heeft er enorm ingehakt. Maar wat je ook hoort, is dat natuurlijk ook als er hier zware regenval is bijvoorbeeld, al heel snel met de regenval van tegenwoordig ook alweer een vorm van watersnood is. En dat ook dan weer enorme overlast is voor ondernemers. En morgen meer hierover in het Heuveland Nieuws. Een wielrenner is vanmiddag gewond geraakt na een botsing met een motard. Dat gebeurde op de Heirweg in Geulen tijdens de Alfa Bier Limburg trofee. De renner is naar het ziekenhuis gebracht. De wielerkoers start en finisht in Elslo, maar komt ook door Geulen, Moorveld en Bunde. Na de botsing op de kruising schoten omstanders direct de hulp. Ambulancepersoneel heeft de renner meegenomen naar het ziekenhuis. Door het hele Heuveland waren er vandaag processies, zoals in Kadier en Keer, Gronsveld, Nieswieler, Veilen en Meersen. Maar ook in IJsde, waar de processie de Bronk heet. En dan voetbal, een zwarte dag voor de ploeg uit het Heuveland, want vrijwel alle ploegen verliezen in de nacompetitie. Tweede klasser IJsde speelde om lijfsbehoud in de tweede klasse, maar dat is niet gelukt tegen tweede klasser Prinses Irene uit Nisselrode, Noord-Brabant. De 4-1 nederlaag betekent dat de IJzenaren komend seizoen een klasse lager uitkomen. Voor VV Walram eindigt het seizoen na de nederlaag tegen derde klasser EGS 20 uit Escharen. Walram speelt voor het seizoen weer in de derde klasse. En dat leidt tot teleurstelling bij de club. Ja, er zijn erger dingen in de wereld dan alleen maar voetbal natuurlijk. Alhoewel, kijk, dat is uiterlijke schijn van binnen ben ik teleurgesteld. Maar die groep verwittigt niks, want ze hebben de tweede helft geknokt als leeuwen. Het staat gewoon niet met op het moment supreme dat ze is in de laatste fase. Belke moet erin, net niet. En hun worden levensgevaarlijk met de counters. Dus, Ja, één counter was er dan genoeg en dan... Ik heb zo nu beginnen, hè? Eigenlijk in principe. En dan vind daar maar eens die aansluitingstreffer. Ja. Heel moeilijk tegen een verdedigende ploeg. Vierde klasser BMR heeft het niet gered tegen derde klasser KVC Oranje uit Kerkrade. Hiermee is het seizoen voor BMR voorbij en mogen ze volgend seizoen weer in de vierde klasse aantreden. En ook vierde klasser SVME moest het onderspit delven tegen derde klasser Heksenberg NEC uit Heerlen. De ploeg uit Mariadorp, IJsde, speelt hierdoor volgend jaar wederom in de vierde klasse.
Vijfde klasser Geertruidse Boys won in een doelpuntrijk duel met 7-3 van Rios 31 uit Echt. Geertruidse Boys plaatst zich hiermee voor de finale ronde. Tegenstander is Eindse Boys uit Nederweert Eind. In twee duels, op 9 en 16 juni, bepalen de ploegen wie er promoveert aan de vierde klasse. Maar bij de Geertruidse Boys zijn ze blij met het resultaat. Ik ben echt super trots op het team, wat ze gepresteerd hebben. Ze hebben goed gevoerd wat ik wou. Wat we getraind hebben dinsdag en donderdag. En alles heeft wel geholpen. Ook dank aan de trainer van Linnen, absoluut. Ja, ik denk het wel. Elke wedstrijd, promoten. Ik denk het spelen voor promotie is het eigenlijk geen gemakkelijke wedstrijd. Ja, dan moeten we ook dinsdag en donderdag goed voorbereiden. En ik denk met het team en het instelling wat we vandaag hadden, ik denk dat het ook sowieso moeten strijden. Maar ik denk dat dat gaat lukken met het team. Tot slot krijgt u nog het weer. Maandag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft de gehele dag zwaar bewolkt. Later in de middag blijft een buitje mogelijk. Er staat een matige noordenwind. De temperatuur schommelt rond de 19 graden overdag. In de nacht 7 graden. Dinsdag kan het in het Heuvelland een droge dag worden. De wind waait zwak tot matig uit het westen. En de temperatuur klimt naar een maximum van 20 graden. In de nacht koelt de temperatuur naar 11 graden. En dan zijn we aan het eind gekomen van het Heuvelland nieuws van vandaag. Morgen om 7 uur 's avonds zijn we er weer. En in de tussentijd vindt u het laatste nieuws op onze website en in onze app. Voor nu, goeie avond.